Het bezoek van minister-president Mark Rutte staat in het teken van de gezamenlijke toekomst van Nederland en Suriname. Dat zei Rutte vanmorgen in de Nationale Assemblée tijdens een bijzondere openbare vergadering. De premier is de mening toegedaan dat de toekomst van de twee landen zonder meer kansrijk en beloftevol is. Niet voor niets reist in de delegatie een grote groep bedrijven mee die graag zaken wil doen met Suriname. Dat zijn bedrijven uit heel diverse sectoren, van waterbeheer tot maakindustrie, van de Rotterdamse haven tot de baggersector en van landbouw tot dienstverlening. Ook dat onderstreept dat er een bladzijde is omgeslagen. We trekken weer samen op en we kijken vooruit naar de kansen die er liggen, naar de toekomst. En toch. Kan en wil ik vandaag niet om het verleden heen. Het is paradoxaal dat onze gezamenlijke geschiedenis, die ons bindt en die we koesteren, nog altijd zoveel pijn in zich draagt. We kunnen dat verleden niet veranderen. Maar we kunnen en moeten het onder ogen zien. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi hecht Suriname veel belang aan de goede samenwerking met Nederland. Volgens het staatshoofd gaat het hier om een volwassen samenwerking die gestoeld is op een solide basis van wederzijds vertrouwen en respect. Suriname zal verder inhoud hieraan geven, aldus Santokhi. Met aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk is de politieke wil om de diplomatieke, economische en sociaal en culturele banden tussen onze landen tot grote hoogte te stillen een realiteit geworden. Hoog ambtelijk overleg, hier in Paramaribo gehouden, de benoeming van wederzijdse ambassadeurs voor onze landen vormde de grondslag van wederzijdse inspanningen vanuit onze regeringen en hebben geresulteerd in de implementatie van diverse afspraken die zijn gemaakt op regeringsniveau. We hebben de samenwerking opgepakt en geïntensiveerd op het gebied van politie en justitie samenwerking, defensie, volksgezondheid en ook andere beleidsgebieden. Voorts is waar te nemen de intensivering van de samenwerking tussen de publieke en private sector van onze landen. In de openbare vergadering hebben minister-president Rutte en president Santokhi ter herdenking van de 8 decembermoorden kransen gelegd bij Bastion Veren in het Fort Zeelandia. Bij de kransenlegging waren ook vice-president Ronnie Brunswijk en familieleden van de doodgeschoten mannen aanwezig. Volgens Star News zouden journalisten een sein van de beveiliging krijgen wanneer ze de kranslegging konden vastleggen. Dit gebeurde echter niet. Na een protest van hun zijde heeft Rutte de situatie gered door opnieuw naar het monument te gaan, waardoor dat vastgelegd kon worden.